nog altijd... Waarom is dat? Omdat wij jammer genoeg in een land leven waarin zeer specifiek over het vreemdelingenprobleem. En in mijn ogen is het vreemdelingenprobleem, het immigratieprobleem... Het immigratieprobleem gaat over negationisme. De problemen met mensen die zich niet willen, niet kunnen of effectief niet willen assimileren in onze samenleving, die onze wetten, onze gewoonten, onze godsdiensten, de gelijkheid van man en vrouw niet willen respecteren, daar is een taboe over in dit land. Daar zijn wetten over waarbij men niet meer mag zeggen wat men denkt. Zowel het dossier van Roland Raas als dat van Luc van Steenbergen gaan over negationisme, gaan over de uitroeiingskampen, het ontkennen daarvan. Het gaat niet over het vreemdelingenprobleem. Wat betreft meneer Raas, dat is van lang voor mijn tijd, maar mijn rechtvaardigheidsgevoel speelt toch wel op wanneer ik merk dat die man, en ik zeg het, ik was toen nog belangen niet in de politiek had als de feiten hebben plaats gehad, onmiddellijk ontslag neemt als senator. Onmiddellijk, ik wil het eens zien doen van de andere partijen. Die smeergeld aanpakken, die met voorkennis verhandelen, die geld verbranden. Niemand beweegt. Ik zie daar een man die een uitspraak doet en ik keur dat niet goed. Ik heb daar mijn eigen mening over, die onmiddellijk ontslag neemt en waar de pers als een meute bloedhonden achter gaat, omdat hij nog vrijwilligerswerk doet, ergens op een bureautje. Ik vind dit nooit gezien. Hij wil toch niet zijn zoals een andere partijen. Ja. Dus. Juist, dat klopt. Maar in elk geval, ik zal mij over om het even welk onderwerp. Ik ben voor de vrije meningsuiting. Ik ben een democraat. Ik zeg, de meningen zijn vrij. En ik zal mij altijd tegen al die muilkorfwetten blijven verzetten.